Dag dames en heren, hartelijk welkom in het Van Rappard Reservaat. Dat in de 70er jaren werd gesticht en een de zeldzaam geworden Nederlanders uit die dagen voor het nageslacht en de vergetelheid te bewaren. Leuk dat u alle naar het reservaat bent gekomen om de rondleiding mee te maken en ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u allen mag zijn. Ik ben vandaag uw gids, mijn naam is Haslinghuis. Ik hoop dat onze rondleiding leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn, dames en heren. Ik heb een vriendelijk verzoek als uw gids. Wilt u tijdens de rondleiding uw kinderen aan de hand houden en meegebrachte etenswaren niet ter voedering aanbieden? Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. Dan gaan we thans beginnen, dames en heren. En sluit u dan zoveel mogelijk van achteraan aan. En volgt u mij dan nu naar het eerste hok. Bij elkander blijven alstublieft en stopt u maar. In ons eerste hok is ondergebracht de laatste kleine kruidenier. Gevangen vlak voor het moment dat hij tussen twee supermarkten werd doodgedrukt. Op zijn eigen verzoek heeft hij een hok van zoet hout. En hij zit op een paar kisten die geheel gevuld zijn met de ouderwetse Hollandse kruideniersmentaliteit. Deze kisten zijn een geschenk van de Christelijk Historische Unie. Bekende uitspraken van de kleine kruidenier waren: had u anders nog iets gehad willen hebben? Wil de kleine soms snoepen? En het is iets meer, mag dat? En ik wijs u tot slot nog op een interessant detail. Aan de achterzijde van zijn hok ziet u een klein deurtje. Als de rest van het reservaat gesloten is, kan je bij hem nog achterom geholpen worden. Deze kant uit naar het volgende hok en stopt u maar. Daarin ondergebracht een hof. Dame. De hofdames werden oorspronkelijk aangetroffen achter de troon van haar majesteit de koningin. Jarenlang heeft men niet geweten wat ze daar stonden te doen. Maar na uitvoerige bestudering van de stukken heeft men uit de gelaatsuitdrukking kunnen afleiden dat ze daar hun plas stonden op te houden. Of dat hare majesteit dat niet zelf behoefde te doen. Ik kan daar niet te diep op ingaan. Dan volgt u mij deze kant uit naar het volgende hok. Waarin ondergebracht een van onze laatste aankopen, een lid van de Katholieke Volkspartij. Kwam in vroeger jaren in grote groepen in het wild levend voor. Zijn soort is uitgestorven in de 70er jaren. Toen het beleid van de KVP steeds meer ging lijken op het opstaan 's morgens vroeg in de wintermaanden. Beetje naar links draaien, beetje naar rechts draaien en er toch niet uit kunnen komen. Ook hier weer een interessant detail. Sinds november 72 heeft hij last van rode jeukende vlekken. Dat is verkiezingsuitslag. Deze kant uit, dames en heren, stopt u maar. Inmiddels zijn we aangekomen bij onze pastoorsrots. Waarop u daarboven ziet zitten de laatste ongehuwde priester. Zit op een rots, houdt niet van hokken. Hij is oorspronkelijk wel verloofd geweest met een kloosternon van de orde van het Heiligend Hert. Maar is nu zelf bij ons in het reservaat ter jacht ontkomen. En wij voeren hem iedere dag om 7 uur een groot stuk vlees om te kijken of het nog zwak is. Maar nee, het is sterk gebleven. We gaan deze kant uit, dames en heren. Denkt u om het afstapje, het is mij persoonlijk ook noodlottig geworden.
En in dit hok ziet u een moeder van 10 kinderen. Geen pil bleef erin. Deze fraaie soort werd in vroeger jaren veel waargenomen in de zuidelijke provinciën Brabant en Limburg. En zij is ons geschonken, het is een presentexemplaar, door de sociale dienst die haar te duur vond worden. Zij is juist herstellende van een kleine inzinking, omdat de directeur haar gevraagd heeft, hoe bevalt het hier? En met opzet hebben we haar geplaatst naast de pastoor, want ze was er zo aan gewend dat hij langskwam. Deze kant uit naar het volgende hok. En daarin ook fraai een verstijlnaaister. Verstijlnaaister. Kwam in vroeger jaren in de beste families voor. At mee, maar zo dat je het niet merkte. Deed met haar eenvoudig naaiwerk de familie versteld staan. En wat met de hand gedaan kon worden, dat werd met de hand gedaan. Om de machine te sparen. Zo maakte zij van oma's oude nachtjapon nog een schitterende communiejurk, die later vermaakt voor klein broertje nog jarenlang meeging als schimpak. Daarna verknipt tot knielappen, oorwarmers en winterwanten. Ten slotte werd hersteld tot een keurig onderbroekje dat met kerstmis aan de armen werd geschonken. Dank u voor dit spontaan applaus. Ik ben zelf ook altijd dolgelukkig als ik deze zin er heel uit heb gekregen. En volgt u mij naar het volgende, tevens laatste hok, waarin ondergebracht de trots van het Van Rappard Reservaat, een Nederlandse maagd. Kwam heel vroeger voor op middelbare scholen. Deze hier is gevangen op de Rijksweg Zwolle-Amersfoort. Toen ze stond te liften van Staphorst naar Amsterdam. Mag absoluut geen bezoek. En heren, wilt u vooral niets door de tralies steken? Dan nemen we met de maagd afscheid van u en van het Van Rappard Reservaat. Ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn geweest. Ik wijs u nog op de mogelijkheid dat u, dames en heren, lid kunt worden van ons Van Rappard Fonds. Uw bijdrage en contributieën worden besteed voor aankoop van andere zeldzaam geworden Nederlanders die wij graag in ons reservaat willen opnemen. Zoals een scharensliep, een paardensmid, een straatmuzikant, een rijwielhersteller, een koetsier, een directeur van een gesubsidieerd toneelgezelschap, een Scheveningse hotelhouder en een gids die geen fooi wil hebben. Ik dank u zeer.